SV Urk, de koploper van de zaterdag hoofdklasse B, speelde vandaag de uitwedstrijd tegen laagvlieger NSC Nijkerk. En als je dan kijkt naar de stand zou je zeggen makkie, maar dat was het totaal niet. Dat is de eerste kans voor NSC Nijkerk. Gelukkig hier niet echt groot gevaar voor SV Urk. Nijkerk weer. Urk had het lastig. Lastig om in het duel te komen. Misschien lag dat aan de druk. Als je natuurlijk koploper bent van de hoofdklasse. NSC weer. We hebben ongeveer 18 minuten gespeeld. Yannick Cornelis. En oh, die zit er mooi in hoor. Wat een doelpunt. 1 tegen 0. Zo kijkt Urk dus tegen een achterstand aan. Urk is in de aanval met Riekert-Jan Brands. Lucas Graal, alle tijd. En niet de 1 tegen 1. Dan Brands. Net voor rust. Lucas Graal. Struikelt half. Hij krijgt hem toch goed voor zijn voeten. En dan is het 1-1 net voor rust. En zo komt SV Urk dus terug in het duel. Gert-Jan Kasten, de trainer hier, weet dat zijn ploeg niet goed speelt. Maar dan toch op 1-1 komt. Hier de bal dan bij Riekert-Jan Brands. Ja, probeer het maar een keer. Mooi. Mooi gedaan door Riekert-Jan Brands, de verdediger. Oh, zo belangrijk voor zijn team. Want de corner die eruit komt. Ja, zo Snoek legt hem terug op Jelle de Boer, de invaller. En daar is hij, de 2-1. Ja, niet goed spelen en toch op voorsprong komen. Zo word je kampioen. Hele belangrijke goal voor Jelle de Boer. En gaat Urk de voorsprong dan uitbouwen? Lucas Tol. William de Boer. Weer Tol. En hier wil het niet lukken voor SV Urk. Maar toch die voorsprong in Nijkerk. En volhouden zou je zeggen. Tot de slotfase. Weer Jelle de Boer. Alle tijd. Hij kan uitzoeken. Ah, maar daar is niemand. Had meer ingezeten. Had meer in moeten zitten. Maar 5 minuten voor tijd. De vrije bal voor NSC. Bal over iedereen heen. René Troost staat daar om de bal op te pakken en in te schieten. 2 tegen 2. Oei, oei, oei. Urk. Gelijkspel. En Kasten. Ja, die baalt natuurlijk. SV Urk kreeg nog wel een grote kans. Maar het werd uiteindelijk 2-2. Toch lopen de Urkers een puntje uit op de concurrentie. Want de nummer 2, SC Geenemuiden, verloor vandaag met 2 tegen 1 van RKAV Volendam. Daar word ik een beetje helemaal gek word ik ervan. Want wij moeten vandaag hier van NEC winnen. En wat Geenemuiden doet en wat Volendam doet, dat interesseert me echt helemaal niks. Wij moeten vandaag van NEC winnen. En dat hebben we in verzaakt. Dus volgende week moeten we winnen. En wat Geenemuiden vandaag heeft verteld, dat maakt me echt serieus geregend onderuit. Wat sluipt dat toch in de ploeg, dat soort dingen? Dat bedoel ik. Dat wil ik dus niet horen. Dus wij hebben het niet over Geenemuiden. Wij hebben het over Urk NEC. We hebben vandaag gelijk gespeeld. Dus we hebben 2 punten laten zitten.